Nou, helemaal leuk. In gevecht met een koptelefoon. Ja, wacht maar... even. Je zei, en ik moet dat toch echt weten, zei ze. Hè? Wij zijn er heel blij mee. In het land werkt het ongelooflijk goed. We willen graag winnen met de ochtendshow. En zelfs hier heb ik mijn opkomst. Het zit alleen Ahoy en het Ziggo Dome en de Arena. I'm such a star. Wat spannend. Ik verwacht het helemaal niet. Mijn carrière gaat weer in rook op. Ik ben mee tot morgen vroeg, hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bos, wat kan jou schelen, zing maar nog zoveel. We kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, het was een gek weekje. We hebben allemaal best wel een beetje gekke dingen gedaan, leuke dingen gedaan. Ik heb wat spotjes ingezongen voor 538. Want we willen natuurlijk heel graag dat de ochtendshow natuurlijk de ring gaat winnen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En ze hebben mij de afgelopen weken enorm gesteund met het liedje De Twee Motten. Dus ja, ik kan niet anders en ik gun het ze ook van harte. Vorige week hebben we ook nog een diner gehad op de Walletjes. Wat zeg ik, op de Wallen? Ja, Cor, we zijn er ontvangen door jou en Jan Otte. En samen met Chris hebben we een geweldig restaurant gegeten. Dat heet Bellezza met dubbel Z. En dat is... dat is een soort iets heel bijzonders. Ja, dat moet je ervaren. Niet alleen het eten is fantastisch, ook de bediening is fantastisch. De entourage is... Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik ben toch in veel landen geweest, maar dit vond ik echt ongelooflijk hartverwarmend. Maar ook ongelooflijk origineel. Mooie ervaring. Nou, lieve mensen, ik zou zeggen... Wat ga ik nog meer zeggen? Ja, we gaan er weer tegenaan deze week. Ik ga wat liedjes opnemen bij John Deerne. Ontzettend leuk, waarvan ik zelf ook nog een tekst heb geschreven, dus dat vind ik ook wel eens een keertje interessant. De plaat De Motten gaat natuurlijk super goed, dus daar wil ik ook iedereen voor bedanken. Zeker die allemaal kijken naar het clipje op YouTube, dat ze vaak bekijken. En je mag hem gewoon blijven streamen, daar word ik alleen maar blij van en ik hoop jullie ook. Ja, wij gaan even naar Unity.nl en dat is een radiostation hier in Leiden. En dat is ook een station die mij altijd veel draaien. En dat zijn hele aardige mensen, oftewel een hele aardige jongen. Dus daar gaan we nu eventjes... gezellig kijken. Ja. En Wino is mee vandaag. Nou, dat is ook al bijzonder. Nou, gebeurt ook niet zoveel meer, toch? Nou, ja, maar het is ook niet altijd even leuk met jou. Dat is waar. Zijn we dan? Zijn we dan? Helaas hier niet binnen. Nee, dat gaat ook niet zo. Ah. Je hebt de goede bel gedrukt. Unity. Unity. Hoe heet het? Unity NL. Press any key. Menu. Menu. En dan komt er niks. Oh. Oké, okay, er komt iemand aan. Oh, dat is hem. Hey, jongeman, bijzonder. Goedemiddag, ja lekker. Alles goed. Ja, lekker, lekker. Kom lekker binnen. Mag ik lekker bij deze? Heel goed. Zo, was Curaçao? Lekker. Ja, lekker geweest. Ja, ik had niet weer een week terug, joh. Dus, ja. Dan is dat snel. Is dat niet net of je niet weg geweest bent? Ja. Inmiddels in de studio binnengekomen, daar is die Gerard Joling. Ja, gezellig. Nou, helemaal leuk. In gevecht met een koptelefoon. Ja, wacht even. Je zei, en ik moet dat toch echt weten, zei ze. Nou ja, weet je, je kent ze wel van die kubussen met allemaal van die kleurtjes. Daar ben ik slecht in. Ja, ik kan het dus ook niet. Ik denk dat je dat er een beetje mee moet vergelijken. Oh, dan zit ik met een probleem nu, denk ik. Nu zou je toch zeggen, dat moet je hem toch gewoon zo draaien, dan moet hij zitten. Ja, maar dan moet je de scherp. Ja. Er hangen geen extra camera's of zo. Dus nee, mensen die de schel, dan, recht? Ja, nee, ja, en dan alleen de schel draaien. Zoals je die nu hebt, zeg maar, in je linkerhand, voor mij in de rechterkant, is het nu... Ja, en dan nu de schel op de andere kant, naar beneden. Oh ja. Wacht, ik ga je gewoon even heen. Ik vind het wel heel kut, hoor. Nou, dat gaat wel heel snel. Ja, maar zo makkelijk is het. Ik kan er niet heel veel anders van maken. We zijn hier Gerard Joling. Goedemiddag. Ja, leuk. Ja, met mij gaat alles lekker goed. Het is druk, leuke dingen. Er komen allemaal leuke dingen aan. Wat komt dat in jaren 50? Ja, daarom. Ja, 57. En uiteindelijk heb ik dat opgenomen met een beat. En toch een soort een beetje big band-achtige blazers erbij. En toen dachten we net, ja, weet je wat het is? Als het nou dan toch op TikTok en ik, dan gooi je die single eruit. En we hebben het uitgevoerd. We hebben een clipje opgenomen bij mijn lieve vrienden Angelique en Michel en mij aan de overkant in een schuur. En dat clipje dat gaat helemaal, is nog steeds trending. En het is een liedje die een heleboel mensen kennen en een heleboel mensen ook niet kennen. Zeker, en je scoort er gewoon weer een dikke hit mee. Ja, nou, dat is ongelooflijk. Wij zijn er heel blij mee. In het land werkt het ongelooflijk goed. En ik moet zeggen, ik krijg filmpjes uit Aruba, Curaçao, de wintersport, Zwitserland.
Gerlos uit de Chin Chin. En dan denk ik, oh wat is dat leuk dat die mensen er zo van genieten. Gewoon een leuke plaats. Ja. En gewoon, ja, we kunnen eigenlijk weer een streepje erbij zetten op de hitkalender van Gerard Joling. Wederom een hit erbij. Nou, leuk hoor. Het is Unity NL, Gerard Joling de gast met zijn nieuwe hit, Twee Motten. Dit is Gerard Joling. Die twee motten, die wonen er pas. Hey, nogmaals danken. Graag gedaan voor de moeite. Super. Top. Hey, groetjes, dankjewel. We houden contact. We houden contact. Lekker dat het gras ook gewoon groeit zo tegen de muren. Jullie hebben al die dingen aangezeten. Ja, snap ik. Nou, voor de mensen die mijn vlog bekijken, zit even bij mijn goede vriend en producer John Deerne. Wij gaan even een aanjaagspot inzingen van 538. Ja, wel leuk, een soort jingle, zeg maar. Omdat de eigenlijk Tim Klein van 538, die samen met Niels zit en Rick Romeijn, die wil natuurlijk heel graag de radioring hebben. En daar ga ik een spotje voor inzingen, dat doe ik op de wijze van de motten. Ja, nou, dan gun ik ze dat natuurlijk van harte. En of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Of deze jingle daaraan helpt, weet ik ook niet. Kan haast niet misgaan. Maar wel leuk. We willen graag winnen met de ochtendshow. De radioring krijg je niet cadeau. De radioring, dat is een mooi cadeau. Dat is een mooi cadeau. Ja, en we doen ook iets, een liedertje inzingen voor de avondshow. Van Bas en Dylan en Eva, ook van 538. Dus John, we hebben nog een beetje werk aan de winkel. We hebben een nieuwe tekst net doorgekregen op telefoon. Dus dat gaan we zo eventjes doen. Er zitten twee jongens hier op 538. En die twee jongens gaan door tot de nacht. De ene met Dylan en de andere Bas. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Zo, goeiedag allemaal. Kijk, het was leuk dat we er zijn. Hier gezellig in, wat is dat, in Hotel de Rob? En zelfs hier heb ik mijn opkomst. Het zit alleen Ahoy en het Psychodome en de Arena. I'm such a star. Zo. Kijk, en ik hoef er helemaal geen moeite voor te doen. Mag ik u hartelijk danken? Mag zeker. Oké. Okay. Ik woon nog steeds. Ja, want kijk, eigenlijk zeggen heel veel mensen, goh, het is allemaal begin lassen en extra te groot, maar musical. Nee, ik ben geen musical man. Ik heb altijd gezegd respect voor alle musical mensen. Ik heb altijd heel veel werken. Soms 7 of 8 shows in een week. En dan op niveau, hè, dus ook niet even één liedje, maar veel. Maar dat Nederlandse gearticuleerd, ik kan er niet zo goed tegen. Dus ik was ontzettend blij dat ik eigenlijk 2 Engelstalige songs mocht doen. En gisteravond Nederlandstalig, nou ja, dat heb ik ook niet gehaald. En ik moet zeggen dat ik daar ook helemaal niet rauw om hem, want ik vond ook gewoon andere kandidaten hadden en mooiere nummers. En zij zongen ook beter. Ik vond het fantastisch dit. Normaal zou je denken dat je overvallen wordt. Ja, maar je gaat naar het middelste punt van Amsterdam, hè? Dat is het. Draait dat nog lekker? Ja, valt niet tegen. Nou, jongens, we komen nog eens even. Oei, wat spannend. Tadaa! Waar komen we nu nou? Alsjeblieft. Hallo, goedenavond. Hallo. Wat een mooie zaak. Nou, wat is dit leuk? Leuk, vind ik. Mooi, hoor. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik ben zo flauw dit ook weer. Wat is dit? Hij is dicht bij de dood. Ik ben de dood. Maar ze is een eentje. Geen hier ook, dit is Meerte. Enjoy your evening. Thank you very much for everything. Thank you so much. Ach jeetje. Oh. Mijn carrière gaat weer in rook op. Here we breathe right now. Baby.
Het Spaanse raam heeft de orkaan doorstaan. Dat zie ik mee, hè, of niet? Ja, ja. En we kijken elkaar aan. Het Spaanse raam heeft de orkaan doorstaan. Solo's gedaan. Ja. Dat is heel erg leuk. En nu gaan we duet doen. Ja. Hoe leuk is dat? Ja, het is enig. Ik kan niet wachten. Hartstikke leuk. Ja. Leer het haar als professor. Leer haar deze woorden. Meteorologisch. Meteorologisch. Almost there. Ja, dit is een rot. Meteorologisch. Ja, ja, heel goed. Nou, dit moet heel makkelijk zijn. Uil. Uil. Hij moet iets meer uil. Uil. Aluminium. Aluminium. Nee, aluminium. Aluminium. Zo, en wat doe je het goed samen met jullie? Nou, maar het is toch ook te leuk. Het is zo tof dat je dit hebt gedaan. Hey, ja, dankjewel. Ik van jou moet even nu afscheid nemen. Ik weet niet hoe, maar... super gaaf, super gezongen. Maar jij komt, ik zeg, jij gaat winnen, dat heb ik al gezegd. Jawel. Hij heeft de gunfactor, hij zingt fantastisch. Het is een newborn star, niet op de schaatsen, maar wel in theater. Aan de knallen, hoor deze. Even kijken waar ik het uit... Ik ga naar mijn kleedkamer. Ja. Zijn we al... Sowieso. Ja, hartstikke leuk. Ik zeg tegen het hartstikke leuk. Ik zeg tegen het vlogje, hartstikke leuk. Maar top gedaan. Maar echt, het was hartstikke goed. Goed, het is zo leuk. Maar het is toch ook leuk, joh. Ja, maar dat kleine, het is echt fantastisch wat je doet. En jullie bedankt voor je prachtige commentaar. Zo lekker. Zo lekker rustig en zo'n vleugels. Dan kan je ook klein. Ik ben natuurlijk zelf op de Ja. En dan zit je niet Maar daarvoor is dit programma wel leuk. En dat durf je ook. Ja. Echt compliment. Top. En jullie bedankt voor jullie lieve commentaar. Wel super. Dankjewel. Goed hè, kleine donderzaal. Heel fanatiek. Ja, je weet, je kunt me volgen op Instagram. Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. Ik kan alleen maar zeggen, ik wens jullie een hele leuke week. Maak er wat moois van. Geluk, gezondheid. En geniet. Oh ja, en voor alle berichten die ik heb gekregen van alle mensen over mijn gorrelroos, dat gaat de goede kant op. Wat minder jeuk en pijn, dus dat komt allemaal weer goed. Maar bedankt voor alle lieve berichten en het variëren van zalfjes tot brandnetelthee tot paardenmelk drinken. Maar goed, het gaat hartstikke goed, dus ik ben heel blij. Ik wens iedereen een fijne week. Groetjes van Geer, tot snel. Doei doei.